Hey, ik wou hem niet zien. Wat een verrassing. Ja, ik word juist naar buiten gekeken en ik zie dat er hoogstjes aan. Maar eigenlijk is het nu wel nog goed weer, er is twee daar niet van, maar het is niet meer het weer van de afgelopen dag. Dus ja, we moeten wennen, hè. Maar we moeten aanpassen aan het weer van vandaag en de komende dagen. Ja, de Olympische Spelen zijn begonnen vandaag in de kerstin. En vandaag hebben we al van eerste keer een medaille vast, de zilveren medaille in het wielrennen. Wout van Aert. En dat is goed. Een goede medaille en nu nog niet terecht, maar hey, chapeau bij man, chapeau. Dus kijk. Ik heb een beetje Olympische Spelen gekeken. Ik heb een of andere rode basketbal dinges die maar heb je een half van het veld plaatsvond en het veld zelf die naft was nog een keer heel klein. En ook een beetje turn oefening, turn. Allee, ja, dat is gisteren. Dus ja, dat was de Olympische Spelen. Er zijn nu ook nog waarschuwingen, ik heb gezien op tv, voor mogelijke overstroming. Op het moment is het nog allemaal redelijk beperkt. Sorry. Dus ja. Ik ga gewoon overgaan naar het kruisje zetten. We zijn vandaag de 24e. Er zijn 3 nieuwe overlijdens bijgekomen. Ja, het is nu eigenlijk trouwens al een paar weken geleden dat de besmetting in Groot-Brittannië de pan uitswingen. En we zien wel een stijging van het aantal opnames door en sterfgevallen. Maar ja, veel minder dan voorheen tijdens de tweede golf. Dus ja, opnieuw zien. Dus ik verwacht niet dat we hier veel overlijdens gaan zien. Het zal wel een klein beetje naar boven gaan. Ja, maar niet. Maar ja. Ja, en nog geen andere festivals worden afgezegd. Dus maar we zeggen, jammer van Pukkelpop op. Nee. Maar het ligt erop dat de eerste festivals de uitdaging aangaan. Man, sorry. Sorry man, dat is heel onprofessioneel. En het zal niet meer gebeuren vandaag. Maar morgen misschien wel. Dan gaan we het nog wat niet. Morgen verwachten we volk. Dus ja. Jammer genoeg zal het niet buiten zitten werden waarschijnlijk. Maar het toch is al om. Dus ja, kijk. Dat was het voor vandaag. Ik zie jullie er morgen alweer voor een nieuwe onderhandje. Salut.